10 weken lang moesten 6 venrijnaren wachten op een felbegeerde koninklijke onderscheiding. Tijdens de lintjesregen werden Wim Broers, Mini Kroijmans, Jacques Jansen, Jan Vermazeren, Theo Jansen en Gerda van Stelten al verrast. Maar afgelopen vrijdag werden de decoraties dan eindelijk opgespeld. Dit keer niet door de burgemeester, maar door een eigen partner. Fantastisch, kijk eens toch. En een dikke poen. Goed zo. Ja, wat heb je gevoel? Kijk eens toch. En een dikke poen. Kijk eens toch. Prachtig. En zo. Dan gaan we even op de foto. Ja, oké. Okay. Totaal verrassend was op 24 april dat ik een telefoontje kreeg van onze burgemeester. En ja, iets wat je totaal niet verwacht. Ik weet het al sinds 24 april, maar nou is het echt, hè? Nou, dus ja, ik ben nog steeds eigenlijk heel verrast, heel geëerd. Ja. Ja, we hebben vanavond de echte koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken. En dat doen we natuurlijk normaal altijd even voor Koningsdag, een belangrijk moment. Dat hebben we dit jaar niet kunnen doen door de coronacrisis. Maar toen mochten we daar zeker niet naartoe. Nu, dankzij de verruiming van de maatregelen, hebben we het toch hier in het gemeentehuis in kleine kring kunnen doen. Iedereen werd op het gemeentehuis ontvangen door burgemeester Wienans. Die de gelukkige dit keer niet via het beeldscherm, maar wel in real life mocht ontmoeten. Dat is inderdaad heel bijzonder. En ik was ook heel blij vanavond om ze te zien en ook in de ogen te kunnen kijken en te zien hoe blij ze ermee zijn, maar ook vooral hun partners. Ja, want dat zie je ook, hè, koninklijke onderscheidingen, die krijg je nooit alleen. Je hebt het vaak toch altijd met je partners samen gedaan. Nou, en dat zag je ook vanavond weer. Het wordt echt gedragen door 2 personen vaak. En mogelijk gemaakt soms door een heel gezin. Theo werd met zijn vrouw compleet overrompeld op 24 april. Zijn zoon zat namelijk in het verrassingscomplot en wist Theo met een boodschappensmoesje thuis te houden. Maar zei, ik kan komende donderdag niet, ik kan dat ook vrijdagmorgen. 24 april, ja, maakt voor ons niks uit, dat is dan maar op vrijdagmorgen. Dus kwam eerst Peggy, de dochter, de boodschappen brengen en die gingen mooi weg. En toen wist ze dus dat we thuis waren en 10 minuten daarna ging de bel. En dan stond de zoon aan de deur. Ik heb een berichtje voor jou. Ja. Dus toen gaf hij mij de telefoon. En ja, dan gaat het lichtje wel even branden op dat moment. Dit is iets wat je echt niet verwacht. En daar ben je ook helemaal niet mee bezig. Dit is wat dat betreft iets wat ja, toch heel apart is. En dan merk je toch hoe gewaardeerd wordt de vele dingen die je doet. Die voor mij eigenlijk heel normaal zijn om te doen. En ook Gerda was verrast. In 2014 had ze al een lintje gekregen voor haar inspanning in de gemeenteraad. En dat ze dit jaar benoemd zou worden als ridder, dat had ze geen moment in de gaten. Helemaal niks. Ik zal je eerlijk zeggen, normaliter krijg ik de ochtend altijd als voorzitter van het Oranje Comité te horen wie er die dag geëerd worden met een onderscheiding. En op een gegeven moment heb ik een appje gestuurd naar Leanne en Jacqueline van God, wie krijgen vandaag de onderscheiding? En toen kreeg ik terug, dat vertellen we om 1 uur. En toen dacht ik, ja, was dat nou voor onzin? En 10 minuten na de rand belde de burgemeester. Dus ik had het echt niet in de gaten. Was echt super verrast. Het informele gedeelte duurde tot 9 uur. Maar dat betekende niet dat de festiviteiten voor de gedecoreerden daar stopten. Ja, wij hebben wat afgesproken met een aantal mensen. En wij gaan inderdaad na 9 uur nog een feestje bouwen. En dan samen met mijn neef, die dan ook gedecoreerd is, hebben we de koppen bij elkaar gestoken en gaan samen een feestje ervan maken. Ja.